Hi, ik ben Martin en welkom bij deze video. Ik ben een goede vriend van Marcus, maar ook een hele goede vriend van Day. En ik zal jullie even vertellen, ik heb Marcus gevraagd of ik even een video mag maken op zijn kanaal, want hij heeft bijna 2500 abonnees. En op mijn eigen kanaal van 10 abonnees kom ik er natuurlijk niet mee, kan ik niemand bereiken. Maar het gaat om Day namelijk, dames en heren. Day die verblijft een tijdje bij mij. Nu het uit is met haar ex Enzo Knol, zal ze toch ergens moeten verblijven. Dus verblijft ze tijdelijk bij mij in mijn grote villa. Ik heb ruimte genoeg voor heel veel mensen. Maar ik zal jullie vertellen, dames en heren. Het zit namelijk als volgt. Day is eigenlijk bij mij komen logeren toen het uitging met Enzo, haar ex. En waarom zijn ze uit elkaar? Nou, dat zal ik jullie vertellen. Day heeft het mij verteld. Ze zijn uit elkaar omdat Enzo Knol is vreemd gegaan. Ja, het is echt waar. Day die is er helemaal kapot van. Ze hield maar niet op met huilen toen ze het mij vertelde. Het is daarom is ook uitgegaan. Enzo Knol ging vreemd. Hij kon niet met zijn tingeltjes van andere vrouwtjes afblijven. En dat is dus de reden waarom Day nu bij mij logeert. Maar ik heb Day gezegd, je kan zo lang blijven als je wil, schat. Op mij kun je altijd bouwen, hè? Dat weet je, hè, Day. Maar goed, dat weet ze ook. Ze blijft voorlopig even bij mij. Gaan we leuke films kijken, romantische comedies om eventjes het verdriet te verwerken. Is goed voor Day nu in deze periode. Nou ja, en verder zal ik zo zeggen, ja. Jullie moeten het Enzo Knol ook maar niet kwalijk nemen. Ik bedoel, het is man-eigen om naar andere vrouwen te kijken. En vreemdgaan is ook een beetje man-eigen eigenlijk. Dus ja, nou ja. Hoe dan ook, dames en heren. Hoe zal ik het zeggen? Day komt er wel overheen. Ze heeft gewoon tijd nodig. En die krijgt ze van mij. En bij mij is het gewoon gezellig. Even een film kijken, lekker eten. Lekker naar de bioscoop, theater, stappen. Ik had zo gek niet bedenken natuurlijk. Hè. Dus het komt allemaal goed met Day hoor. Maak jullie maar geen zorgen. En dat wilde ik gewoon even kwijt. En Day vindt vast wel een andere leuke vriend die beter bij de past. Oké, nou bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Bye!